Hutspot vond ik vroeger een beetje een saai recept. Gekookte uien en gekookte wortelen en aardappelen. Maar toen ontdekte ik dat als je de uitjes bakt en er sambal batjak bij doet, wat namelijk van uien is gemaakt en pepers natuurlijk, dat het dan ineens heel erg lekker wordt. Voordat ik getrouwd was, had ik een andere vriend. En dat was een Indische jongen. En zijn moeder leerde mij Indisch koken. En dat is echt geweldig geweest, want ik heb daar echt zoveel van geleerd. En ik heb van haar geleerd om sambal batjak te maken. Ik heb haar eigen recept, die een beetje afwijkt van alle andere recepten. Maar zo gaat dat altijd, hè, met Indische recepten. Iedereen is dat weer anders. Dus vandaag ga ik maken hutspot met klapstuk op Indische wijze. Ik maak dus sambal batjak met heel veel ui, want dan kunnen we dat mooi gebruiken in de hutspot. De sambal batjak is helemaal niet zo heet. Dat kun je gewoon echt op alles eten. Dat komt omdat je de pepers heel lang uitbakt en vooral met heel veel ui. Die uitjes die ga ik heel fijn snipperen, want die ga ik uitbakken en dat is de basis van onze sambal. Er is natuurlijk nooit echt een precies recept voor. Dus je moet goed in je hoofd hebben hoe het moet smaken en daar ga je naartoe werken. Nou, ik ga ontzettend tranen altijd van uien snijden. Dat weet u inmiddels. De wok is heet en dan gaan we hem maken. De sambal batjak van Geertje. Er is een recept voor, dat ga ik u ook geven. Maar het is vooral heel erg op gevoel koken, vind ik. Goed, uitjes gaan in de pan. Zo heeft ze het me geleerd. Eerst de uitjes bakken. Helemaal zacht en bruin moeten ze worden. En in de tussentijd hakken we alles fijn. En dat is een hele handvol pepertjes. Ik heb er hier een stuk of 12. We maken sambal, ze doen de hele peper erin. En omdat we ze nog uit gaan bakken met die zoete uien, met een beetje palmsuiker, heft dat een beetje op en wordt het iets minder heet dan sambal oelek of sambal terassi. Of nou ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten sambal. Knoflook. Ik doe wel 3 tenen. Een stukje gember. Die schil ik. Wat verwant is aan de gember, dat is de laos. En vermaald, dan krijg je laospoeder. Als u dat niet kunt krijgen, dan gebruikt u gewoon een beetje meer gember of een heel klein beetje citroen of limoensap. Dat is ook heel goed, want laos is eigenlijk heel fris. Dan ga ik in mijn vijzeltje een stukje terassi. En terassi is gefermenteerde garnalenpasta. De Indonesische gemeenschap weet wel raad met umami. Een terassi ruikt ontzettend sterk, maar het is de smaakmaker van de Indonesische keuken. En dan ga ik er ook nog wat tamarinde in doen. En tamarinde, dat komt van de tamarindenoten en het heeft iets bitters. En er mag best wat in. Zo. En dit gaan we draaien. Dit ziet er al uit als sambal, hè? Zo. Hartstikke leuk sambal maken. Als u eenmaal de smaak te pakken heeft, houdt u er nooit meer mee op. Even mengen. Oh, dat ruikt waanzinnig! Wauw! Oh, dat zijn pepers, hè? Er gaan nog een paar dingen bij die belangrijk zijn. Siré, dat is citroengras. En nou heb ik geleerd, die werkt alleen maar als u kneust. Dus pak een zwaar voorwerp. En als u nog wat agressie in uzelf heeft zitten, dan kan dat er nu uit. Dan maak je er een knoop in. Zo. En dit trekt in de pan. Jeruk perut. Limoenblad, dat is echt lekker in alles. Ik gooi er een heel klein plensje water bij. Dat bakt wel weer uit. Maar zo kan die siré ook een beetje trekken. Zo, ik doe er een klein snufje zout op en dan vind ik het wel goed. Het kan ook een beetje vissaus zijn, maar ik doe een beetje zout zo. Dit laat ik nou nog eventjes staan. Zo'n kwartier, 20 minuten. Dat het een beetje jam wordt, hè? Sambal echt.
sambal is klaar. Als het wat te droog wordt, dan voeg ik altijd een klein scheutje water toe, zodat de uien kunnen doorbakken en niet verbranden. Maar zo wordt het zo'n dikke, jam-achtige substantie. Dit laat ik afkoelen. Wilt u meer video's zien? Abonneert u zich dan, dan komt u ook eens leuk voor de dag. Heel lekker. Echt heel lekker.